Bonis. Daar komt een schietkans aan, bijna voor Kilo. Nu de uitbraak van Jong Ajax met Faberski. Die als eerste Sila tegenkomt. Thomas Faberski. ADO zal zich het eerste kwartier in een soort rondo hebben gewaand. Jong Ajax houdt de bal heel makkelijk vast. Alleen is niet in staat om dat ook te doen op de helft van ADO. Dat hier een kans krijgt na een aardige aanname van Bonis. Zo, wat een dramatische bal van die Kema. Boerhout, Boerhout. En zo kan hij het min of meer zelf herstellen. Maar er is een blunder van de doelman voor nodig in de opbouw om voor het eerst echt een beetje naar het puntje van je stoel te schuiven. Daar gaat Barnel. De route ligt open. Derde kans Jong Ajax. En een geweldige reflex van Nikema. Heerlijke steekpaas. Steur toucheert de bal nog. Barnel kiest voor de verre hoek. En dit is echt een formidabele redding. Goeie bal van Michem. Ik krijg hem net niet terug tot bij Vegan. Van der Sloot. Scherpe voorzet. En dan wordt hij bijna binnengefrommeld door Bonis. Van Michem met de vrije trap. En daar bij de tweede paal. Waam. Zeer kansrijk. Totaal over het hoofd gezien. Hij laat die bal te veel van de natte schoen glijden. Daar gaat het mis achterin bij Aden Haag. Pikt Barnel op en is het een overtreding van Van der Sloot. En moet Put beslissen of dit een doorgebroken speler is. En hij komt tot de conclusie van wel. Eén lange bal van Ramai en dan lopen ze elkaar een beetje in de weg. Thomas en Van der Sloot. En dan kun je toch wel beargumenteren dat Silla hier nog aanwezig is, hè? De vrije trap met Barnel. Dan van Mokkio. Het wordt de aanvoerder. Vol in die muur. Boerhout handig gedraaid. Heel veel ruimte en ploeggenoten om zich heen. Schot nog aangeraakt. En dan ging hij toch weer voor eigen succes. Laag. Nog een keer van Michem. Weer laag. Dan mag Ideo het proberen. Langs deur. Deze bal is wel hoog. Thomas, ja. Officieel een kopbal op goal. Mokkio. Boerhout. Steur. Barnel. Barnel probeert het nog maar een keer. Via vingertoppen van Nikema. Blijft het 0-0. Hij kan zich nu echt onderscheiden, de doelman. Deze eerste helft waarin ADO vooral achter de bal aanloopt. Maar uit dit moment wellicht kan toeslaan. Ramai heeft een heel makkelijk antwoord paraat op de vrije trap van Van Michem. Faberski eerder op de benen, had eigenlijk dus voordeel kunnen krijgen van Puts. Krijgt dat niet. Laag. Dat resulteert uiteindelijk in slechts een doeltrap. Voorzet richting Steur. Raakt de bal te vol eigenlijk.
geen heel eenvoudige kans. Hij stuurt hem bijna per keer in de post terug naar degene die hem aangeeft. Buitelingen in het strafschopgebied. Deo doet dat sterk. Bonis. Bouwachi is enigszins in zijn buurt. Daar geeft hij hem ook maar aan. Ramai. Dat was kantje boord voor Jong Ajax. Om maar te onderstrepen dat ADO echt niet zomaar verslagen is. Poeier. Ruim over de goal van Nikema. Geschoten door Wolf. Jong Ajax scoorde pas 2 keer op de toekomst. En de laatste 2 wedstrijden zelfs niet. Als dat 3 keer gebeurt, is dat een unicum. Yemumi. Faberski. Boerhout. Nu dan. Schot aangeraakt. Er zit een goede bal. Nu is er wat ruimte voor Jong Ajax. Boerhout legt aan. En is dan vrij onnauwkeurig in de afronding. Om maar erin pompen en dan is daar Boerhout. En de frustratie druipt er vanaf. Het lukt hem maar niet. Ook nu niet. Het lukt heel Jong Ajax niet. Jong Ajax onmachtig tegen de team van ADO Den Haag. Dat zich kranig heeft verweerd in het laatste uur. Nikema hoefde amper in actie te komen. En dus blijft het bij Jong Ajax ADO Den Haag. Net als vorig jaar 0-0.